een paar vragen aan jullie, maar ik wil ook kijken of er zometeen wat vragen uit het publiek zijn voor jullie. Gewoon eerst maar eens even een basale vraag. Hoe ben jij begonnen met muziek en waarom heb jij gekozen voor dit instrument, de altviool? Nou, ik begon met viool spelen, want ja, mijn vader speelt ook viool, dus dat was wel makkelijk dat ik ook direct viool kon spelen. Maar toen, mijn vader speelde ik altviool en ik vond het altijd al een heel mooi instrument. En ik speelde in een orkest en toen op een gegeven moment werd gevraagd of ik ook altviool wilde spelen. Toen dacht ik, nou, ik vond het eigenlijk altijd al wel een mooi instrument, dus nu wil ik het, ga ik het ook wel doen. En toen ben ik altviool gaan spelen en ja, dat was een hele goede keuze, want het is echt een prachtig instrument. En jouw vader speelt niet toevallig ook cello, waardoor je nog verder de diepte in bent gezakt, wat ook maar zomaar logisch zou kunnen zijn in jouw geval. Nee, maar mijn zus speelt wel cello, dus dat is, ja. Heel goed. Primo, trompet. Hoezo trompet? Dat is een beetje een raar verhaal. Nog wel een tijdje terug, ongeveer op deze tijd in het jaar, kwam Sinterklaas aan in mijn woonplaats Heerenveen. En op die stoomboot stond ook een band en daar speelde ook Pieten met onder andere trompet en ik dacht, nou, dat wil ik ook. Ik wil ook op die stoomboot staan en Sinterklaas erbij. Op die manier ben ik naar de muziekschool gegaan en begonnen met trompet spelen. Dan ben ik toch even nieuwsgierig, hoe vaak heb jij daarna met je trompet op de stoomboot gestaan? Dit is nog mooi. Zullen we dat even opschrijven als actielijstje? Eventjes ook naar voor de volgend jaar, dit jaar is te laat, maar voor volgend jaar even kijken hoe we dat kunnen gaan organiseren. Goed, naast jullie studie, mag ik misschien niet noemen, maar naast jullie deelname de Jong Talentklas, zit je ook nog gewoon op school? Heb je misschien ook nog wel andere hobby's of andere dingen? Kun je eens vertellen hoe een gemiddelde schooldag, dag eruit ziet wat je allemaal doet, gewoon om een beeld te krijgen dat het niet alleen maar om muziek draaien maken gaat? Nou, ochtends sta ik op en dan ga ik meestal wel eerst altviool spelen en daarna ga ik naar school. Gewoon een normale dag doe ik meestal tot 3:30. Dan ga ik huiswerk maken en daarna nog even spelen. En ja, sommige dagen heb je dan een concert ernaast of een repetitie. En ja, andere dagen dan ook weer wat doen met vrienden of zo. Dus best wel normaal eigenlijk, vind ik. Toch ook wel. Toch wel, ja. En hoe laat sta je dan 's ochtends op? Dat je nog studeert? Hoe lang studeer je? Studeer je dan 5 minuten? Eventjes de vingers los? Of ben je dan echt een uur of 3 kwartier of 1,5 uur aan het studeren? Nou, dat wisselt een beetje af. Soms een 1/2 uur of 3 kwartier. Maar als ik wat later naar school hoef, dan zit ik wel een uur. En kun jij 's ochtends vroeg ook al trompet spelen of heb je dan last met buren? De buren vinden het geloof ik niet zo heel erg. Alleen, ik ben al altijd te laat voor school, dus in mijn pakken en zo. Meestal wordt het er niet 's ochtends. Een 1/2 uurtje erop staan, dat... Nou, dat is zo vroeg. Hoeveel studeer je nou trompet per dag? Iets minder dan zou moeten. Ik denk rond 1/2 uur ongeveer, maar dat is ook een beetje inclusief dingen die ik niet zomaar voor het conservatorium, dus ook andere dingen erbij. Want jij speelt in een aantal orkesten, ensembles, je doet allerlei dingen, maar je doet ook op, met competities waar je niks met muziek te maken hebben. Ja, klopt. Met onder andere de Wiskunde Olympiade. En hoe ver ben je daar, zit je daar nu in? Dat ging vrij goed dit jaar. Ik zit nu in de selectie trainingsgroep, heet dat dan, voor mensen die eventueel naar de internationale Wiskunde Olympiade mogen van Nederland. Dat is best indrukwekkend, denk ik dan. Om dat toch even bij te doen naast al het spelen en alle dingen waarvan we weten waar je actief mee bent. Ik ga eens kijken of er vragen zijn vanuit het publiek die gesteld willen worden. Naar wie mag ik toelopen om een vraag te stellen? Geen zussen, papa's en mama's? Ja. Ik kom naar u toe met de microfoon. Ik vond mij af omdat hij nou bezig is met een klassiek, ik heb bijna gehoord op een klassiek stuk. Stel dat je moet nou toch naar de jazz wil, is dat dan een hele andere richting? Of denk je dan wel conservatorium? Wanneer maak je dan dat besluit dat je die kant op wilt? Of heb je dat nu al niet in je dat ik het deel van de school beantwoorden, dat besluit kun je altijd nemen wanneer je wilt. En we hebben ook een jazzafdeling binnen het conservatorium. Maar ja, dan moet je daar wel mee bezig zijn en affiniteit mee hebben en dat leuk vinden. En daar ben ik dan wel benieuwd naar. Speel jij alleen maar klassiek of heb jij ook wel iets met jazz of lichte muziek? Ik vind alles leuk. Ik
Ik heb 2 dagen geleden nog samen met een vriend van school die ook trompet speelt een act gedaan op school met de Blues Brothers. Dus dat, ik vind alles, maar klassiek vind ik wel het allerleukste. Als je nu denkt aan later, en stel dat je naar het conservatorium wilt, en stel dat je bent, dan zit de klassieke zit meer in de lijn der verwachting. Nog andere vragen? Wie mag ik? Ik zag een aarzeling hier op de eerste rij, maar nee, nee. Iemand anders? Ja? Heel graag heel kort, eventjes jullie leeftijd. Ik vind het erg leuk om te weten. Heel goed. Hoe oud ben je? Ik heb 15 jaar. 15? Ik ben 17 jaar. 17. En nu toch nog even om het plaatje compleet te maken. We hadden het net even over middelbare school, maar in welke klas zit je? Van welke school? Ik zit in de 6e klas van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Ik zit ook in de 6e van het gymnasium, maar niet van een bundel gymnasium, maar van een openbare school en ook een gymnasium afdeling. Heel goed. Ik ga even snel dat rondje. Hoe oud zijn jullie? 17. 13? Ja, 17. 17. 16. Nou, dat wisselt dus van 13 tot en met 17. Dan hebben we nog niet iedereen hier van de jongtalentklas, maar in die variabelen zit het dus. Ik denk dat we bijna weer verder gaan met de muziek. Ik kijk nog één keer rond of er nog een prangende vraag is die anders blijft liggen. Dat zou jammer zijn. Ja, toch wel. Ik heb een vraag voor de violisten. Heb je ook een idool? Een idool, ja, en dan ben ik benieuwd, waarom vraagt u dan wel alleen aan de violist? Nou, maar oké. Nou ja, Johnny Jansen natuurlijk altijd, ze speelt gewoon hartstikke mooi. Maar ook voor altviool, Jurie Bashmet, dat vind ik echt een hele mooie altviolist. Ja, en ook voor cello, Michel Marski, die vind ik ook heel erg mooi zelen. Ja, en nu verklap ik even dat ik ben opgeleid als trompetist, dus ik ben ook gewoon nieuwsgierig. Wat nou, heb jij nou ook een idool, een trompetist of iemand anders? Nou, dat zijn zoveel goede trompetisten. Ik denk niet dat er één iemand is die ik speciaal, waar ik naar, nou ik kijk naar heel veel mensen op. Ook ik luister heel veel muziek op Spotify en zo, dus en Maurice André en Wynton Marsalis, doet dan bijvoorbeeld jazz en zo. Dus ja, heel veel mensen. Gewoon heel breed georiënteerd. Goed, ik denk dat we gauw verder gaan met de muziek. We gaan naar de laatste 2 stukken luisteren op het programma. Ik dank jullie hartelijk, geef u ze alsjeblieft een hartelijk applaus.